gaan we vanavond elkaar aanspreken? We spreken elkaar aan met de voornaam en jij doet op een beleefde manier. Het is veel beter van die negatie te vertrekken, van te vertrekken van de opvatting. Ik weet al iets omdat het in het Oude Testament staat, omdat het in het Nieuw Testament staat, omdat het in de Bhagavad Gita staat, omdat het in de Upanishaden staat, omdat God weet waar staat. Het fenomeen religie, wat is dat nu waard en wat is dat waard geweest? En ik vind dat er een zeer sterk a priori zit bij het feit dat religie per definitie in al haar facetten slecht zou zijn. Ja. Nu doe je alsof ik zou voorstellen dat de atheïsten iets moeten geven aan de mensen. De mensen moeten dat zelf creëren. Ik ga niet zeggen, hier is een boek, smijt u een bijbel weg en doet het met Tim. Ik wil het woord nieuw gebruiken, omdat we in de voorbije decennia de vrijdenkers voor een stuk in slaap zijn gevallen. Je mag daarover schrijven, je mag daarover dromen, je mag daar films over maken, je mag daar 50 Shades of Grey over bekijken of dingen. Atheïsme betekent, er bestaat geen God. Hè? Wat volgt er moreel gezien uit? Niets. Met al onze radicaliteit hebben wij nog nooit een mens pijn gedaan. Hè? Tenzij dat er iemand een boek van mij gekocht heeft en aan een ander zijn kop heeft gesmeten. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat een beetje minder religie in de wereld een goede zaak zou zijn.